De Eindhovense buurten hebben ieder een eigen karakter. Met verschillende huizen en allerlei soorten mensen die graag prettig willen wonen. Niet alleen in hun eigen huis of hun eigen straat, maar ook samen met anderen in hun eigen buurt. Het gaat erom dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en voor de kwaliteit van de samenleving in hun eigen omgeving. In vrijwel alle wijken is Lumens in de buurt op dit moment actief. Bij Lumens kun je niet alleen terecht voor persoonlijke vragen, bijvoorbeeld over opvoeding of financiën, maar ook over activiteiten die u zelf kunt organiseren in uw buurt. En dat kan echt van alles zijn. Bijvoorbeeld theater, hobbyclubs, kookgroepen, voetbaltoernooien. Waar het om gaat is dat iedereen, jong of oud, mee kan doen. Daarbij gaan we het opbouwwerk anders organiseren. De Lumensgroep komt niet langer met een aanbod. We gaan werken als aanjager en ondersteunen activiteiten die mensen in de buurt zelf bedenken en ondernemen. Omar Yahia is medewerker van Lumens in de buurt Mensvoort. Voetbal is voor hem een belangrijk middel waarmee hij jongeren kan binden en bij de gemeenschap kan betrekken. Daarbij benut hij een breed netwerk om zijn doel te kunnen bereiken. Drie jaar geleden zijn we hier een project begonnen. Een project genaamd Mensvoort United. Zij hebben in samenwerking met partners, woningcorporaties, gemeente en PSV wilden bijdragen aan het project Mensvoort United. Mensvoort United houdt in dat ze twee keer per week kregen ze training van een PSV-trainer. En ik als jongen werker deed een stukje coaching, contact leggen met de basisschool, contact leggen met de ouders. Tijdens trainingen leren ze samenwerken, samen spelen. Respect voor elkaar hebben, respect voor de trainer hebben, structuur, dus op tijd komen, discipline, omgaan met verlies en ook contact met de ouders is daarin heel belangrijk. Ja, wat veranderd is, is dat wij in plaats van systeem denken, vanuit regels, weer zijn ruimte hebben gegeven aan onze professional om dichter bij de burger te staan, om dichter bij de burger te organiseren, zonder dat ze last hebben van regeldrift van de organisatie. Ja, en dat vind ik persoonlijk heel prettig om zo te werken. Ik kan daar zelf inschatten, al heeft een gezin nodig dat ik daar 20 keer langs kom, dan ga ik daar 20 keer langs. En als ik dat kan verantwoorden en ik help ze daardoor een stukje verder op de participatieladder, dan denk ik dat dat ook moet kunnen en dat kan ook vanuit de organisatie. Dus dat vind ik heel prettig werken. Wat ik wil is dat uiteindelijk de bewoners zelf de initiatieven gaan ontplooien. Wij kunnen ze aanjagen, we kunnen ze helpen, maar we gaan het niet mee organiseren. Want dat moet een activiteit, dat eigenaarschap moet bij de bewoners blijven liggen. Dat is veel belangrijker voor het draagvlak in de buurt en zo activeer je zo'n buurt. En dat heeft effecten op een heleboel andere domeinen. Dat heeft effecten op leefbaarheid, dat heeft effecten op overlast, dat heeft effecten op hoe zo'n buurt weer gaat bruisen. Om 8 uur 's morgens zijn Kavi Osevia en Albert Schouwenaars al druk in de weer met voorbereidingen voor de ontbijtgroep van de wijk Het Hol. Tijdens het ontbijt wordt er van alles besproken, waarbij ook onderwerpen over de buurt zelf aan de orde komen. En het zijn zowel dames van de koopwijk als van de huurders. Ja, maar meer vind ik van de koopwijk als van de huurders. Nou, dat moet dus veranderen. Dat moet veranderen. Dat moet veranderen. Kavin kwam met het idee en die wilde eigenlijk een dinertafel inrichten. En toen hebben wij gezegd,
laten we eerst eens beginnen met een ontbijttafel. Ja, nou, ja, heel leuk. Ik ben heel blij dat ik zie dat de tafel vol zit. Goed zo. Nou, ik woon nu 5 jaar op de Echternachtlaan en ik had een buurman die is door eenzaamheid durfde zijn huis niet uit te komen en op een gegeven moment is hij overleden. En toen lag hij 3 weken dood in zijn huis en niemand die naar hem omkeek. En dat heeft me iets gedaan dat ik dacht van, potverdorie, waarom moeten de mensen zo eenzaam zijn? Ze kunnen toch 's morgens bij elkaar komen en... Toen begon ik bij de ontbijtclub. Het leukste vind ik, en ik ben heel tevreden over, dat ik mensen bij elkaar heb gebracht. Ja. En vooral dat ik hoor van, ja, die woensdag, ik kijk uit naar die woensdag, want het is mijn uitje. En dat vind ik zo, daar ben ik zo tevreden over dat het zo gelukt is. Had ik zelf niet verwacht hoor. Er is wel eens gezegd over ons van wij komen als bewoners met een idee en Lumens plakt er een flinke sticker op en die gaat ermee aan de haal. Nou, dat is absoluut niet wat wij willen of pretenderen, helemaal niet. Juist willen wij eigenlijk dat die initiatieven komen en dat er alleen maar indien nodig ondersteuning van ons komt of misschien gewoon alleen een advies. Of een training bij het vrijwilligerspunt, want die hebben hartstikke veel aanbod. In de buurt Vlokhoven controleert een vadergroep de wijk. Eerste prioriteit is het contact met de jongeren uit de eigen buurt die vroeger nogal eens voor overlast zorgden. Ja, het ging hier zo slecht op het wijk ja, dat het eigenlijk niet te handhaven was. Ja, er gebeurde eigenlijk van alles. Ik bedoel, of nou Marokkanen of Turken waren of Nederland-Italianen, we leven eigenlijk allemaal bij elkaar. Ja, het ging gewoon helemaal mis. Ja, toen hebben we bij elkaar gezeten. Ik heb gezegd, we willen een vadergroep beginnen. Maar niet alleen met Marokkaanse vaders. Met verschillende nationaliteiten. Dus Antilliaan, Turk, Marokkaan, Nederlander, Surinamer. En ja, dat heeft heel goed geholpen. Wat is het voordeel ervan dat je al die mensen in je club hebt? Nou, of verschillende culturen. Want in Nederland ja, leef je met verschillende culturen. Dus we kennen wel zeggen, we pakken alleen maar Marokkanen, maar dat werkt niet, dat vind ik. We hebben hier jongens die in de afgelopen jaren ja, die best wel van het pad af waren. En als je ziet nou hoe ze ons helpen hier, dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja, in die leeftijd tussen de 12 en de 16 jaar, ja, dan heb je eigenlijk geen grip op jezelf. En we hebben dat ook allemaal zelf meegemaakt. En dan proberen we hun nou ook uit te leggen en we sporten er ook mee. Ja, en dat gaat gewoon de goede kant op. Daarnaast voorkomt de vadergroep rommel op straat en is preventief aanwezig om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen buurt, heeft de wijk een betere reputatie gekregen en willen mensen er weer graag wonen. Je zou verwachten dat een dergelijk initiatief zwaar ondersteund wordt door Lumens. Nee, dat doen ze gewoon zelf. Ze zorgen zelf dat de rondes verdeeld worden als er problemen zijn. En als ze er echt zelf niet uitkomen of ze moeten inderdaad financiën aanvragen of het loopt niet helemaal lekker, dan word ik ingevlogen. En dan vragen ze van, goh, Nicole, kun jij een keer bij ons overleg komen zitten? Maar verder doen ze het allemaal zelf. Het resultaat mag er zijn. Achtergelaten troep en vernielingen, zoals in het verleden, komen nauwelijks meer voor. Een paar jaar geleden, zeg ik eerlijk tegen haar, dat zag er gewoon niet uit. De bankjes werden geslopen, prullenbakken lagen er overheen, hekken lagen eruit. En ja, als je het nou een beetje bekijkt, dan zie je het helemaal omheen. Het ziet er gewoon heel goed uit. Het is puur een beetje mensen aanspreken, jongeren aanspreken. Joh, ga van die fietsen eraf, laat die hekken met rust, want de hek laat ook jou met rust. Ja, dan luisteren ze en dan doen ze het ook niet. Dus we doen het zonder schelden of je moet dit. We vragen het gewoon met respect. En die respect krijgen wij van hen ook terug. Dus wij zijn echt, op dit moment, zijn we echt trots op onze jongeren. En zo zitten de Eindhovense buurten van Boensel vol goede initiatieven. Initiatieven die gedragen worden door bewoners. Dat betekent geen strakke meerjarenplanning en fasering, maar gewoon boerenverstand. Voortdurend gaan we in gesprek met bewoners, de gemeente en de woningcorporaties.
Want alleen dan kunnen we duurzaam met elkaar ontwikkelen. Korte termijn successen gaan we niet voor en die zijn vaak niet duurzaam. Dat is één keer een actie en die kun je vaak geen vervolg geven. Dus je moet zorgen dat het en duurzaam is en duurzaam kun je alleen doen samen met bewoners. Natuurlijk heeft een organisatie als Lumens geld nodig om te kunnen werken. Dat geld wordt opgebracht door burgers. We vinden het belangrijk onze eigen bestedingen heel open te verantwoorden. We zijn volledig transparant en dat zit ook heel diep in wat we doen. We hebben nu ook laten zien, voor het eerst dit jaar, dat we onze verantwoordingen die we normaal stuurden aan ambtenaren, die sturen we nu ook naar de buurt. Wij verantwoorden ons naar de buurten om zo open en transparant mogelijk te zijn. Om te laten zien wat we doen, waarom we het doen en hoe we het doen. Samen met de buurt werken aan wensen van bewoners. Daar draait het uiteindelijk om. En daar zit onze kracht. Het werk is het leukste, ja. Het werken met de mensen en dat dat ook in elke buurt weer anders is. En met elke mens ook anders is. En want iedereen heeft andere kwaliteiten en daar ben je elke keer op een ander level mee bezig. Dat maakt het heel afwisselend en energiek ook. Maar in de eerste plaats draait alles om mensen die zelf vormgeven aan hun eigen talent en de activiteiten die nodig zijn om prettig te kunnen wonen in hun eigen omgeving. Want zeg nou zelf, wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de buurt? De wijkjes van de bewoners. Daar is de wijk voor. Wie is verantwoordelijk voor de wijk? De bewoners. Die zijn verantwoordelijk voor het wijk. Het begint altijd bij jezelf.